Zo jongens, ik heb een kort woord. Ik zat net in bad. En ik kreeg een mooi woord weer voor deze tijd, vind ik. Het gaat over wijsheid. Hey, Jouke. Gerieke van Renselaar. Goedenavond. Maria Minicus. Ik was in Timotheus aan het lezen. En er kwam er ineens een download. Ik begin gewoon gelijk. Ik wil het kort houden. 8:30 willen wij... expeditie kijken. Maar het gaat over de wijsheid en de wetenschap. De wetenschap wordt heel erg verheven op dit moment in de wereld. De wijsheid van de wereld wordt totaal afgefikt in de Bijbel. De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God. En ik lees in 1 Timotheus 6 vers 20, lees ik net in Badwat. En er staat, O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand... Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde wetenschap. Ten onrecht genoemde wetenschap. Dus er is een wetenschap die ten onrechte wetenschap genoemd werd in de Bijbel. Toen ik dat las, toen dacht ik, ach ja natuurlijk, je hebt een aardse wijsheid en je hebt een hemelse wijsheid. En de Bijbel veroordeelt die aardse wijsheid keihard. En toen dacht ik, hey, wij opereren vandaag de dag en de regering en alle mensen door het koninkrijk der duisternis, door de aardse wijsheid. En misschien zelfs met goede bedoelingen, net zoals Petrus. Petrus wou Jezus tegenhouden om naar het kruis te gaan, dat zullen we straks ook lezen. Dat zal geenszins gebeuren, heren, zei hij. Dat zal geenszins gebeuren, dat u naar het kruis gaat. En Jezus zei, ga achter mij Satan, Satanas, want je bedenkt de dingen die van de mensen zijn en je bent een struikelblok voor mij. En je bedenkt niet de dingen die van de hemel zijn, want Jezus moest naar het kruis om de wereld te redden. En Petrus wou dat met alle goede bedoelingen verhinderen. Nou, Jacobus, eens kijken wat Jacobus zegt over aardse wijsheid. Er staat de wijsheid van boven, staat er boven. Boven dit hoofdstuk. Jacobus 3, beginnende in vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart heeft, hoeveel van de Big Pharma en hoeveel hebben eigenbelang, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Lieg niet tegen de waarheid. Dit is niet de wijsheid die van boven komt, van de hemel, maar dit is de aardse wijsheid. Deze is natuurlijk en duivels. Zie je, de aardse wijsheid is duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, selfish ambition, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is eerst rein, vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar, vol barmhartigheid. Daar is geen dwang, daar is geen code, er is geen uitsluiting, er is geen boete. Er is geen meedogenloosheid. Dus de wijsheid van de aarde is natuurlijk, is zelfs duivels. Zijn er meer voorbeelden? Ja, die zijn er. De Bijbel waarschuwt om niet je vertrouwen op prinsen te stellen. Nog op koningen. Maar op God. Hè? Vandaag had ik een gesprek met iemand die zei, ja, maar die wetenschap heeft toch gestudeerd 15 jaar en jij trekt dat in twijfel. Wat ben je toch voor een eigenwijs iemand. De Bijbel zegt niet op mensen en wetenschap te vertrouwen. En de Bijbel spreekt zelfs van een wetenschap die ten onrechte wetenschap genoemd wordt. Dat is een aardse wijsheid. We prikken en we prikken en we prikken. We zijn bij de vierde prik, mensen. De vierde prik. In Israël. En je mag bij een derde prik nergens meer heen. Het gaat, dit is niet de wijsheid van God. En elke prediker die zegt, dit is van God. Denk je dat God een vaccin maakt dat na 3 maanden uitgewerkt is? Denk je dat God mensen ooit onder druk gezet heeft? En gedomineerd en geïntimideerd en gecontroleerd en gemanipuleerd heeft om iets van zijn genade aan te nemen? Hoe misleid kan je zijn? De tweede en de derde en de vierde en een QR-code. En een QR-code voor de kerk.
Ben je niet goed bij je hoofd? Dat heeft niks met de Heere God te maken. En 1 Korinthe 2 spreekt ook over de wijsheid van God. En 1 Korinthe 1 ook. Moet je maar eens lezen thuis. 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2. En dan moet je een stift of een pen pakken. En dan moet je gaan strepen onder in je Bijbel. Naar het woordje wijsheid. En dan zie je dat de wijsheid van deze wereld. Kijk, de wijsheid en van de wereld en die wijsheid van God staat er in 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord van het kruis is voor degenen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, de gelovigen, is het een kracht van God. Want er staat, ik zal de wijsheid van de wijzen, de wetenschappers, verloren doen gaan. En het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is dan de wijze van deze tijd? Waar is de wetenschapper? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de redetwister van deze tijd? Wie is het die het allemaal weet? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaasheid gemaakt? Dat zegt hij hier. Joden vragen om een teken. Grieken zoeken wijsheid. Maar Jezus hebben ze afgewezen. Allebei. Wat is dan slim? Jezus aanwijzen. Of aannemen. Dat is de wijsheid van God. En dan nog iets. Hoofdstuk 2 vers 6. Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassen. Maar niet een wijsheid die van deze wereld is. Ook niet van de leiders van deze wereld. Zie je, ze opereren allemaal uit een totaal andere wijsheid. Nee, ook niet van de leiders van deze wereld, de wijsheid die teniet gedaan worden. Jongens, dit zijn de overheden en de machten. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen is geweest voor alle eeuwen. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Want hadden ze die gekend, hadden ze de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd. Ja. Daarom werden ze ook dwaas genoemd. Dat is 1 Korinthe 3 gaat weer over die wijsheid. 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3. Vers 18. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden. Opdat hij wijs zal worden. Dat zegt God. Je moet dwaas worden. Een dwaas voor Christus. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Hoe sluw is er eentje die constant die persconferenties voorbereidt? Hoe sluw is de media? Hoe sluw is de Vos? Hoe sluw is degene die achter de propaganda zit? Hoe sluw zijn degene die vaccins willen verkopen? Waarom zit altijd Ernst Kuipers aan tafel? Waarom dan? En waarom zit altijd weer een doktertje erbij? Hoe sluw? Hij vangt de sluwe in hun eigen wijsheid. Zegt de, hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid, zegt de Heer. Hij kent de overleggingen van de wijze, zij zijn zinloos. Dus God heeft het door. Er is een valse wijsheid, mensen. Er is een aardse wijsheid, die is duivels. Er is een wijsheid die Petrus gebruikte om Jezus tegen te houden. En de Heer zei, ga achter mij, Satan. Je bedenkt de dingen die van de aarde zijn. Dus wij moeten allemaal hemels en hemels denken. Helemaal geen aardse wijsheid. En Gods wijsheid is totaal anders. En er is ook een vrijheid. Dus ik wou dat delen. Er is een wijsheid. Er is een wetenschap in de Bijbel die ten onrechte wetenschap genoemd wordt. Er is een wijsheid die aards is, die duivels is, natuurlijk. Er is een wijsheid waar Petrus mee te werk ging om Jezus tegen te houden. Wat een struikelblok voor Jezus was. De Bijbel leert niet op koningen en prinsen en wetenschappers en mensen en wijsgeren te vertrouwen. Want dat is dwaasheid. We moeten op God vertrouwen. En als God jou leidt om Psalm 91 te geloven en om op jouw immuunsysteem te vertrouwen en om vrij te kiezen, dan is dat jouw recht. En als mensen het je opleggen, dan is het dwaasheid, is het leugen, is het moord, is het manipulatie. Mensen, worden wakker en gaan opereren vanuit de wijsheid van God. Ik krijg een kort woord, ik kan het nog wel uitbouwen. Maar lees het maar 1 Timotheus 6 vers 20, Jacobus 3 vanaf vers 13 tot vers 18. En dan Matthäus 16, daar staat het van Petrus. En dan 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3, Psalm 118.
Blessings. Hoi.